ja, hoe kom je op een idee? Nou, vooral dat je binnen zit en je eigenlijk te pletteren verveelt. En dan ga je op een gegeven moment maar gewoon denken van, wat kan ik doen of zo. En in zo'n onbewaakt ogenblik dachten wij in één keer, hey, als we nou eens een aantal collega's bij elkaar vragen en beginnen aan een tentoonstelling rondom corona. Rondom alle kanten van corona eigenlijk. Nou, er is natuurlijk dramatische kanten mee te beginnen. Dat is wel eerlijk om daarmee te beginnen. Dat is een prachtig werk van Martijn de Boer, van een man die ongeveer zijn hele inhoud naar buiten niest. En er is een vrolijke kant, een frivole kant van rondom corona, van hoe je afstand moet houden. En sommige mensen hebben het wat meer abstract uitgewerkt, rondom eenzaamheid, rondom leeg voelen, dat soort invalshoek hebben kunstenaars gekozen. Ik ben bijzonder vereerd met een werk van Wijnand Vlieshout. Dat is een Tilburgse kunstenaar van 80 jaar die over heel de wereld heeft gestaan en die heel bijzonder werk maakt. En dat staat hier nou bij ons in de etalage en daar ben ik heel blij mee. Het meest kenmerkende is, vind ik, dat je in staat bent om binnen anderhalve week 23 kunstenaars bereid te krijgen om nieuw werk, hoofdzakelijk nieuw werk te maken op een actueel thema. En dat vind ik heel bijzonder en dat het ook nog eens een keer lukt. Aan de ene kant wil je als kunst iets universeels doen, iets wat niet zo tijdgebonden is. Maar soms ontkom je er niet aan om op de actualiteit te reageren. Een jaar geleden stond hier een hele tentoonstelling van Barbies die tegen MeToo aan het protesteren waren. Ik bedoel, dat kan ook. Het is 's avonds heel mooi. Overdag hebben we soms wel eens wat last van reflectie in de ramen. En 's avonds is het heel sfeervol uitgelicht en het is een sprookje bijna als je er naar kijkt. En we zijn er zelf erg gelukkig mee met deze tentoonstelling. We vinden het mooi geworden. En de reacties van mensen op straat, uit de buurt en van voorbijgangers, ja, die zijn gewoon heel bemoedigend. Nou, wat ik dus heel erg leuk vind, dat is zo'n 60-70% gewoon echt nieuw werk is gaan maken. Walter Kerkhoff bijvoorbeeld is de hele week bezig geweest met 17 drukgangen over elkaar heen om hier één werk te maken. En zo zijn, dat vind ik zo leuk, mensen zeggen wel kunstenaars zijn lui. Nou, dat is absoluut niet waar. Dat is een ontstellend vitale sector met hele enthousiaste mensen die verdomd hard werken, ook in deze tijd.